Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van donderdag 21 november van Weerplaza. Wolkenvelden bepalen voorlopig het weer in ons land. Toch blijft het vandaag droog. De bewolking is in het noorden van het land dikker en daar is het eerst lokaal mistig bij een temperatuur van rond het vriespunt. In het zuiden kan vanmiddag de zon af en toe wazig doorbreken. Met de zon erbij wordt het 5 of 6 graden. Onder de bewolking blijft de temperatuur bij 3 graden steken. En door de stevige oostelijke wind voelt het frisser aan. Vanavond blijft het nagenoeg droog, klaart het soms op en ligt de temperatuur tussen de 2 en de 5 graden. Vannacht wordt de bewolking dikker. En morgenochtend kan er lokaal een spatje regen of motregen over het land vallen. Het wordt in de middag 7 tot 9 graden bij een matige oostelijke wind. En in de middag kan in het zuiden opnieuw de zon doorbreken. Van het weekend zien we ook overwegend veel bewolking. Toch wordt het in de middag nog zo'n 8 tot 10 graden en staat er niet al te veel wind vanuit het oosten tot zuiden. Na het weekend wordt het geleidelijk aan wisselvalliger met soms wat regen. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.